Tellen we af van 3, toch? Ja, ik hoop wel echt dat jij vandaag bent. 3, 2, 1. Deze week is Lieke de Sjaak. Dat betekent dat zij geblinddoekt in de bus wordt gezet en naar een voor haar nog onbekende locatie wordt gereden. Oh yes! Nee! Wat is dit? Wat oh, is dit? Vogelzaad! Zodra de zak afgaat, heeft ze nog 10 minuten. En dan moet ze starten met hetgeen dat ik voor haar gefixt heb. Ja. We weten allemaal dat Lieke absoluut niet kan rijden. Maar goed, hoe zou het er afgaan in een bus? Zo'n echte grote bus. Daar gaan we vandaag achter komen, want ik heb namelijk een rijles geregeld in zo'n bus. En Mo, ook heel veel succes voor jou, want ja, jij moet ernaast zitten. Als er iemand echt niet kan rijden, ik rij altijd hierheen, want Lieke kan niet rijden en laat staan in een bus. Dit wordt helemaal niks. Zijn we goed verzekerd? Oké. Ja, schrijf me op. Wens me sterkte. Oké, daar gaan we. Klein stukje, pas op, klein opstappertje. Ja, lopen. Jongens. Ze heeft geen idee, maar kijk even wat voor item het is. Ben je er een beetje klaar voor? Ja, ik ben wel heel benieuwd nu. Je hebt dus faalangst, hè? Oh god. Nou ja, dat is gewoon een vraag. Ja. Ja, oké. 3, 2, 1. Oh nee. Moet ik dit gaan besturen? Ja, wij gaan zo een lesje in de vrachtwagen. In de bus, sorry. Oh mijn god, hoi. Samantha. Ik ben Lieke. Oh mijn god, nee. 10 minuten ga ik je even een beetje theorie bijbrengen. Waar je moet letten. Theorie? Wat de verschillen een beetje zijn tussen de auto en de bus. En dan gaan we zo meteen de weg op. Nee, dat is echt niet waar. Ik kan niet eens in een auto rijden. Nee, I know. Waarom denk je dat ik ook paniek heb, Lieke? Als je nou eens kijkt naar de bus en hoe de wielen zitten en hoe ze bij je auto zitten. Wat valt je dan gelijk op? Ze staan iets verder dan voor? Ja. En als je kijkt waar je zit, zit je dus voor je wielen. Dus voor je gevoel zou je zo meteen ook eerder willen sturen. Maar dan ga je dus met de neus van de bus, kun je dus over de stoeprand heen om een bocht te halen. Oh, wat lastig. Hij is een stukje breder en hij is wat hoger dan de auto. En dit is ook verzekerd gewoon, die bus. Ja. Dat was ook direct mijn vraag. Hoe goed zijn wij verzekerd vandaag? Maar Lieke is laatst gezakt voor de autorijbewijs. Dus ja, ik heb hem wel hoor, mijn rijbewijs. Gelukkig maar. Ik heb hem. Maar ja. Bij een pakje boter. Dan mag je instappen en achter het stuur gaan zitten. Wat spannend. Oh, hier zijn zoveel knopjes. Ja. Maar dat kan toch niet legaal zijn? Jawel. Mensen moeten toch ook rijles kunnen volgen? Ja. Oh kijk, dat ben ik. Ja, dat is het. Nee. Wat zijn dit allemaal veel knopjes, hè? Oh, en een rem natuurlijk ook. En een gas en... Huh? Wat gaat er nu door je hoofd? Ja, ik... Ik heb wel paniek eigenlijk. Ik kan de auto niet eens inschatten. Ik kan ook niet inparkeren of zo. Dus ik kan niet eens inschatten hoe groot een auto is. Laat staan een bus. Zijn er nog dingen waar wij rekening mee moeten houden als jij in paniek bent? Ik zou je gordel omdoen. Ja, dat is wel goed. Maar ik heb ook een microfoon dan, toch? Waar zit hij? Hallo. Hallo? Die kan ik niet meer. De bus staat nog uit. Oh. Nou, dit is een automaat. Zometeen is vooruit is die kant op en dat is achteruit. Oké. Nou, als je aan de andere kant kijkt, heb je nog zo'n hendel. Sorry, welke hendel hebben we het over? Die linker. Dat is je richtingaanwijzer. Oh, ja. We hebben iets minder dan 5 minuten nog. Ja, ik weet het, Mo. Ja, oké. Okay. Ja. Heb ik hier de sleutel? Oeh! Waar moeten mijn voeten? Je mag hem alleen nog even op contact zetten. Ja, draai maar. Ja. Je hebt de ruitwisser aan laten. Even de knop omzetten. Ja, nou, jij hebt daar dat vierkantje en de spiegel eronder. Ja. En als het goed is, in die lange spiegel kun jij vak 1 op de grond zien. Ja. Oké, we hebben nog ongeveer 2 minuten. Ja. Even kijken hoor. Welke is rem en welke is gas? De linker is je rem en de rechter is je gaspedaal. Met de meeste auto's zo. En dan is die gestart.
waarvan je vooral op moet letten, dat je dus dat we langer zijn dan je personenauto. De wielen zitten verder uit elkaar, dus we hebben meer ruimte voor de bocht nodig. Dus dat voelt denk ik heel onnatuurlijk. Ja, want voor je gevoel wil je sturen. Ja. Want dus je zegt ik moet nu sturen, maar dat moeten we eigenlijk niet doen, want er komt nog een paar meter achter je. Nee. Snap je dat, Liek? We moeten... Nou, dan mag je. Dan klop je met één naar beneden, gaat de deur dicht. Oeh, dat vind ik cool. Mag ik gaan? Nee, even omroepen. Heeft iedereen zijn gordel om? Oh yeah. Goeiedag allemaal. Oh, dat is leuk. Heeft iedereen zijn gordel om? Ja. Ja. Nou, vandaag gaan we naar de klote. geen drugs in de bus. Dat mag erna. Drankjes mogen wel, maar let op dat je niet morst. En nog een goede reis natuurlijk. Oh ja, goede reis. Geniet ervan. Dag. Gaan we? Dan mag je. Tenminste. Oh ja. Niet sturen. En dan gaan we rustig naar het hek toe. En die gaan we liefst. Oeh. Holy moly. En dan gaan we een beetje recht naar voren. Recht naar voren, recht naar voren. We moeten ook natuurlijk nog naar rechts kijken. Ja. Oh my god, dit ding is groot. Oeh, dit is leuk. La, 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 la. Doe maar niet te veel zingen. Let maar gewoon even op de weg, liefje. Mag je heel even je gast, want we hebben daar een bocht. Ja. Die kunnen we niet. Dus met de auto kun je met twee auto's tegelijk. Wij hebben de ruimte nodig. Ja. We gaan eerst. Moet ik dan en er komt een auto aan. Nee, we gaan niet. Er komt iets aan. Hallo. Holy. Oeh. Wat een spanning. Mijn stoel beweegt, hoort dat? Ja, dat klopt. Luchtveer de stoel. Er staan wel twee auto's. Nog rechtdoor, rechtdoor. Ja, rechtdoor, rechtdoor. En sturen. En hoe weet je hoe ver rechtdoor je moet? Is er een bepaald punt? Hoe, of is dat gevoel wat je moet? Als je achter jullie bij het begin van de bocht zijn, die kun je in je spiegel zien, dan begin je met insturen. Als je achterwielen bij het begin van de bocht zijn. Ja. Vind je het leuk? Ik vind het wel cool. Oh, je gaat wel heel veel heen en weer nu. Snelheid eruit? Ja, want dan krijg je een bocht. En je passagiers achter willen wel gewoon lekker relaxed kunnen zitten. Ik weet nou nog steeds niet hoe ik moet sturen. Nou, je stuurt keurig. Nou, perfect. Welkom in de bus waar Lieke Augustijn aan het rijden is. Wat ontzettend gewaagd dat je deze keuze vandaag maakte. We gaan een rondje rijden. We gaan ook over de 70 weg. En er komt een vrachtwagen aan. Ik ga ophangen. Geniet ervan, Jutta, ben je daar? Na die vrachtauto gaan wij linksaf en daarna gelijk rechtsaf. Okidoki. Holy, past dit? Ja. Hallo, collega. Wat leuk. En je mag even twee handen aan het sturen. Oh ja. Kleine details. Kijk je weer in je spiegel waar je achterwielen zijn wanneer je moet gaan sturen? Oh, shit. Je moet echt aan veel dingen tegelijk denken, hè? Hier wil je mij naar rechts? Ja. Weten we dat zeker? Rechtdoor wordt de snelweg dus. Oh nee, ja, doe dat maar heel snel naar rechts. Nou, ik vind dat ik dit godverdomme goed doe. Ik was wel even vergeten te kijken of er een fietser aankwam. Nou, dat voel je vanzelf. Ik had er even voor je gekeken. Oeh, leuk hè jongens? Ja. La, 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 la. Ik word heel zenuwachtig van het feit dat je aan het zingen bent de hele tijd. En nu? Naar rechts. Naar de rechte rijbaan. Oh. Nee, we gaan gewoon rechtdoor. Ah. Oh mijn god. Alleen je gebruikt nu de hele roddel. Ja, klopt. Maar ik dacht, er staat toch een L'tje op mijn ding, dus mensen zien het wel. Ja, dat zien ze wel, maar dan nog mogen wij niet de hele rotonde gaan. Oh. Is dat even tegenvallen? Geen plankgas! Zijn er al passagiers misselijk? Nou, ik heb me wel eens beter gevoeld. Oh. Op de rotonde gaan we zo meteen linksaf. Gaan we gas loslaten. Ja. Beginnen we ook een beetje met de rem al. Ja, heel goed. Oh, ik kan. Ja. Rechtdoor, wil je me? Ja. Ik moet wit. Wit even. Lul. Oude opa, ja, die zijn altijd gewoon een beetje naar stomme opa. Iets meer naar de buitenkant wijzen. Oké. Iets meer naar rechts. Kijk, nu pak je achter. Wat pak ik nu? De rijbaanverhoging. Die opa deed er ook gewoon om. Hij gaf extra gas. Zo flauw. Oh, Hanna aan het stuur. Ah, we pakken nu wel even nog een randje mee. Maar dit is een laag randje. Ja, moet je wel klein. Oh, en we rijden achteruit. Gas gaan geven. Oh ja.
La. Van links kan er niks aankomen, hè? Nee. Ho, rood. Hold up. Busje first. Heel goed. Hup, naar achter. Ja, vast een klein beetje naar rechts. Met je Kia. Bedankt, meneer. Dank u wel. Nou, dan niet. Hij is niet vrolijk vandaag. We zijn er alweer, joh. Ja. Wij gaan hier zo meteen rechts het hek in. Dus je mag een klein beetje naar het midden van de weg. Want je mag hem ook nog even achteruit inparkeren zo meteen. Ja, dag. Hebben we hem overal? Ja, het gaat keuren. Ja. Zo. En dan gaan we linksaf. Hier erin? Ja. Nou, perfect. Je mag hem nog even daarin zetten. Oh. Hij moet eigenlijk nog wel op zijn plek. Oh. En we hebben nog niet achteruit gereden. Nee, ik dacht, misschien ben je het vergeten. Nee. Dus je mag nog even naar links sturen. Naar links? Ja, die kant op. Ja, dan mag je hem stilzetten. Oh, we staan stil. Nou, als je dan achter je kijkt, zie je daar in je spiegel onze vrachtwagen staan. Oh, Jesus, ja. Yeah. En daarna zie je nog een mooi vak. Ik kan niet eens met een auto inpakken. Nou ja, met de bus rijden ging ook goed, dus dan moet dit ook wel lukken. Grappig, hè? Want je ziet totaal niet hoe ver je er nog vanaf bent. Oh. Kijk, als ik gewoon links op de groene stippel sta, dan sta ik rechts ook op de groene stippels. So that's how easy it is. Lee, kijk even links naast je hoe close dit is. Ja, knap hè? Hoppa! Je hebt serieus met een auto nog nooit zo goed ingeparkeerd. Ik weet het! Word jij gewoon buschauffeur? Nee. Beste mensen, we zijn gearriveerd op bestemming. Iedereen heeft het overleefd, wat een hele goede score is. Dus ik ben trots op mezelf. Ik heb één stoepje geraakt of zo. Toch? Het waren er iets meer. Iets meer stoepjes. Nee. Maar geen één paaltje, geen deukjes, niks. Jullie geen zijn mensen. Allemaal nog heel. Geen andere mensen, geen andere auto's. Dus you're welcome. Woe! Merci beaucoup. Nou, hoe vond je dat het ging? Nou, op zich wel. Op zich redelijk. Je pakt dingen wel mooi op, zoals met het aankomen rotondes. Dan probeer je echt wel van, ik moet mezelf eruit halen, ik moet remmen. Ja. En dat probeer je echt wel toe te passen. Het lukt nog niet altijd, maar je probeert het wel toe te passen. En dat is wel heel mooi om te zien. Nou, Samantha, ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel voor de les. Ik vond het echt leuk. Ja, Modi is ik ben hier veilig aangekomen, dus ik ben ook helemaal blij. Ja, ik ben blij dat ze weer staat. Nou ja, hij staat netjes in het vak. Hij staat perfect in het vak zo. Zullen wij teruggaan? Want ik heb het al koud. Laat zijn jij. Koud. Ja, let's go. Nou, laat even weten wat Lieke volgende keer wil doen. Nee, Moïse. Ik wil dat jij volgende week gaat. En ja, ze haat dus de kou, dus verzin iets leuks voor in de kou. Ja, kom maar. Oké, okay, dankjewel, Samantha.